Zo, gaan we toch weer eens een keer proberen. Welkom in de bloementuin van de Supergites in Tourteron, de Watermolen. Deze tuin is aangelegd in allerlei vakken en elke vak heeft zijn eigen kleur en thema. Ik zal je per vak iets uitleggen over wat er ongeveer in staat. En ik vind het vreselijk moeilijk. Ik vind het niet moeilijk om uit te leggen, maar ik vind het gewoon heel erg moeilijk om een filmpje te maken. Nou, daar gaan we. Het eerste vak is het gele vak. Met gele, zeg maar, de gele borden. Met allemaal gele bloemen of bloemen die met geel getint zijn of geramd zijn of wat dan ook. Engelsen noemen dat wel eens de hot border. En er staan heleniums in, rudbeckia's staan erin, maar ook rocosmia's en cosmea's. En een lekkere ordinaire boerenpunt, weet ik. Dit is de Brunnera border onder de walnoot. Hij is heel erg mooi in het begin van het jaar als er allemaal blauwe bloempjes staan. En de narcissen, witte narcissen erin staan, thalia's. De rest van het jaar is het gewoon lekker bont met allemaal verschillend blad. Wat ik heel mooi vind. Dit noemen we een Nepeta border. Met natuurlijk Nepeta, kattenkruid. Maar ook Descampsia. Gras, hele hoge pluim met gras. En Sanguisorba's. Dat zijn die hele hoge wiebelende. Deze, kijk, ik weet niet of je ze goed kunt zien. Dit zijn Sanguisorba's. Heel mooi. En Floksen. Ook heel mooi. Dit noemen we spottend een beetje de Bingerden border, omdat alle planten hierin staan, of bijna alle planten hierin staan, allemaal op één dag gekocht zijn in Bingerden. Dat is bij Angerlo, is elk jaar een tuinshow. En de Bingerden border is eigenlijk ook wel een soort cottage garden-achtige indeling, dus van alles nog wat, lekker dwars door elkaar. De white border. En die white border staat hier eigenlijk vanwege deze sleedoorn. Die stond hier al en die geeft elk jaar een week lang helemaal één groot witte dot. En daarvoor hebben we hier de witte border aangelegd. Met steraster, maar ook witte deze. En alsem. En in het voorjaar staan hier hele mooie witte irissen in. Enorme grote witte irissen. En witte vloksen, maar die zijn nu helaas uitgebloeid. Dit is de herfstborder. Omdat die als laatste gaat bloeien. En ook het langste doorbloeit. En de Echinacea's die hierin staan. Die zijn heel erg mooi met die grassen. Samen met die enorme venkels, die eigenlijk niet veel te hoog zijn. Maar goed, misschien gaan ze er een keertje uitgehaald worden. En die grassen die geven hele mooie pluimen. En als het goed is zijn ze al bijna klaar om uit te komen. Kijk, als je goed kijkt, zie je in de punt van het gras die stevige staken staan. Dus ik denk over een week of twee of zo, dan staan er pluimen in. De paarse border. En die is paars omdat, zeg maar, alle kleuren die hierin staan in combinatie met elkaar paars zijn. Dus of ze zijn helemaal paars, of ze zijn blauw en er is rood in. En samen vormen ze dan de paarse border. Kijk, er staat ook nog een Lobelia tussen, heel ver weg. En hier gaat de sedum gaat bloeien. Kijk, toch sedum. En hier aan de zijkant staat ook die prachtige rode Lobelia, Victoria. En dit noemen we de grasborder. Omdat het natuurlijk uit hoofdzakelijk gras bestaat. Maar ook uit vrouwenmantel. En ruit staat ertussen. Maar ook hele lage Echinacea's. en prachtige grassen en ook sinds kort Nifovia's. En natuurlijk ook een van mijn lievelingjes, kleine sanguisorbaatjes. Kijk dan, hallo sanguisorbaatje. Tanna is dit. Heel bijzonder. Verveelt het al een beetje, dit filmpje? Of vinden jullie het nog wel leuk? Als je het leuk vindt, moet je het liken. Liken. Kijk eens hoe prachtig die echinacea's erbij staan. Last but not least, de rood-groene border. Met hele felle rode kleuren en hele felle groene kleuren. En zo samen met dat gras is het eigenlijk één grote weerwar aan kleur en spektakel en blad. En als dat zo dit keer 10 zou ik het prachtig vinden in de tuin. En dat goldtouw, dat gras, dat blijft ook zo heel mooi als een soort van weppen tussendoor staan. Heel fijn. En dan als laatste de productieborder. Ja, daar is natuurlijk niet zoveel aan te vertellen. Het is gewoon bramen, frambozen, rozemarijn, aardbeien, munt, vermunthee, rode bessen. En de Jerusalem artichoke, oftewel de aardpeer op zijn Hollands. Dat is een zonnebloemachtige en die heb je in bloeiende en niet bloeiende vorm. En uiteraard hebben wij de niet bloeiende, helaas. Nou, dit was een korte rondleiding door de bloementuin op Tourteron. Ik hoop dat jullie het hier mooi vinden en dat jullie een keertje komen kijken of al een keer geweest zijn. Nou, doei, tot Tourteron.